Hi, mijn naam is Marleen Sahupala en we zijn op dit moment bezig met de soundcheck voor de allereerste Marleen Sunday Session hier in de Speeldoos. Op zondagmiddag, ideaal. Deze is al uitverkocht, 24 februari, maar 31 maart zijn we er weer. Dus ben je nou net te laat voor vandaag met de kaarten geweest, dan heb je nog een tweede kans. 31 maart, nou ik ga nu weer soundchecken, want we gaan zo beginnen met Shurma Rouse en Doe. Dus misschien tot de volgende keer. Baby, it's me. Nu is het baby. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. There's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? You're not in love with her, and this fool can see the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Peter, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. You're not in love with him, and this fool can see
Dames en heren, ik wil een ongelooflijk waanzinnig warm applaus voor Doe.
zijn vandaag. Muziek maken, dat is onze grootste hobby. Dus als Marleen of Danny bellen, dan weet ik altijd van ja, natuurlijk. Kom ik met liefde, want we mogen altijd mooie dingen doen. Mag ik nog een klein beetje harder, Kev? En alweer een paar jaartjes geleden zong ik bij de beste zangers. Eigenlijk voor het eerst Nederlandstalig. En toen dacht ik, wauw, dat moet ik vaker doen. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Wat toont de spiegel mijn gezicht? Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik altijd wat verdwalen. Het houdt de zaak in evenwicht. Maar laat me, laat me. Yeah.
Dank je. Wauw. Doodje. Lekker. Blijf je even staan. Ja. Want wat het ook altijd zo leuk is, dat we dan bij elkaar ook koortjes doen bij de nummers die we kennen of die we niet kennen. Maar we doen het gewoon. Maar we doen het gewoon. En daarom wil ik zo'n groot ovationeel applaus als net ook voor de volgende gast die ik aan jullie voor ga stellen. All the way from Rotje Knor. All the way from Rotje Knor. Vrijdag was er nog te zien in de finale van The Voice, want daar kennen we Shurma misschien van, maar wij kennen haar al een stukje langer. Wat een stem en wat een... Ladies of Soul, of course. En wat een waanzinnig, waanzinnig mens is dit. Met een waanzinnige stem. Give it up for Shurma Rouse. Dankjewel. Wat je zegt ben je allemaal zelf, Marleentje. Dat weten we. Wat je zegt ben je allemaal zelf. Met je door de helft. Oh, nee. Zo, maar echt, hè? Met twee jonge kinderen, hè? Die dus zeggen dat alleen. Ja. Boudewijn. Nou, goedemiddag allemaal. Tuurlijk, ik heb de afgelopen jaren heel vaak een eerbetoon gedaan aan Aretha Franklin. Dus als ik word uitgenodigd om met Marlene en Danny te komen zingen, moet iets van Aretha voorbij komen. Nou, dit liedje praat ze over drama. Er zijn kinderen in de zaal, dus ik kan niet te veel uitweiden. Jawel. Maar jullie snappen wel waar ik heen ga. Dat wij vrouwen hebben het een en ander nodig van een man. Yeah. Ik ga niet te veel uitweiden, zeg ik nog een keer, maar think about it. En dan, dat bedoel ik. En als je het niet weet, kom straks naar me toe. Nee. Maar, en het is heel simpel. We vragen niet veel, maar hetgene wat we vragen moet je wel goed doen. Mm-hmm. Ja toch, dames? Mm-hmm. En het is heel, het gaat zo, luister. If you want my loving, if you really, really do, baby, don't be afraid. Hey, darling, just ask me and you know. I'm gonna give it to you. Ah, oh, and I do declare, I wanna see you with it. Snap your fingers, boy. Ja, schatje. And you know you're gonna get it. 'Cause I love you. Baby, 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 I love you. Ain't no doubt about it. Schatje, baby, I love you. Ja, u. Baby, baby, baby.
Als ik zeg, in dit nummer dat u van mij bent, is alleen maar voor dit liedje. Uw vrouw hoeft zich niet druk te maken. Het is alleen maar van dit liedje. Maar dan heel lekker. Begrijpt u? Dan moet u echt van genieten. En voor de andere mannen in de zaal. Vrouwen, hou ze vast hè. Want ik doe niks geks. Ik geef ze alleen maar een beetje liefde. Of niet, Brian? Snap je? Mm-hmm. Dus. Baby, baby, baby. Hey. Even if you don't want it. I really wanna give it to you, baby. The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. He was. Jackson? Ja. Michael Jackson, ik heb er wat van gehoord. Was dat wat? Ja, goede muzikant. Ja? Ja, privé moet je gewoon niet te veel over nadenken these days. Oh, wauw. Hij was een goede muzikant. Oké, okay, laten we het daarbij laten dan. Ja, doe maar hoor. Heerlijk liedje, yes. Jongens. There ain't nothing that you can do, no.
Dus gewoon, hè? Dat vinden wij alleen maar helemaal leuk. Heerlijk. Sure. Ja? Als je het kent, something nee, you can feel. Nee? Zal ik het ook maar niet kom doen? Kom goed. Okay, we're dismissed. Dan gaan jullie chillen toch? Ik zet hun gewoon aan het werk. Ja toch? Oké. Ik zei het al. Er moeten dingen geregeld worden voor ons vrouwen. Ietsje zachter. Ietsje zachter, mannen. Ja, dank je. Hallo. Nou, hallo, meneer. Hi. Is het zo mooi bij mij te glunderen daar in de hoek? Kom ietsjes meer die kant op. Ja, kijk. Oh, ik heb nu de aandacht. Oeh, moet niet gekker worden. Dames, ladies, jullie mogen roepen iets. Ladies! Kijk, je hebt je kaartje al betaald, hè? Dus je kan gewoon lekker meedoen. Nou, ik weet niet of je dat kent, maar ik vind dat van mezelf dat ik best wel lekker ben. Snap je? En dan, Peter, snap je? Kijk, ik geef dan iets, of ik heb dan iets, wat ze, als ze eenmaal zijn geweest, dat ze weer terug willen komen. Oh, Manier. Ik heb iedereen gewaarschuwd, hè. Als ik een man aanspreek, is het voor een liedje. Snap je? Peter, nu ben je de Sjaak. Het is Peter, dames en heren. En dan... Nu heb ik Peter heel lang niet gezien, maar ik heb hem wel eens een keertje iets gegeven. En toen hij hoorde dat ik vanmiddag erbij zou zijn, dacht hij, oh, ik moet het weer komen halen. Begrijpt u? Kinderen in de zaal, hè? Anders was ik anders geweest nu, dit gesprek. Maar dan, kijk, dan heb ik bepaalde bewegingen. Rustig, hè? Rustig. Maar dat moet je bij bedenken bij wat ik nu ga zeggen. Luister, heel zachtjes, hè? Luister. Man, it say that I'm too young to let you know just where I'm coming from. Then you would see
zo op tijd. But nothing's wrong. It's alright, I'm right here. And you led the way out. Carry on. My loving moves you all night long. My ja, ik dit, ja. Is iedereen een beetje bekomen van Sherma? Nou ja, dit is toch een feestje, dames en heren. Hè? Ja, dankjewel. Want ook deze band, oh my god. Onder leiding van Danny Sahupala aan de drums. Kijk, Danny. Danny is een hele belangrijke factor. Zonder Danny namelijk geen feest in de speeldoos. Want Danny brengt de mensen allemaal bij elkaar. Hij zorgt dat de arrangementen allemaal gemaakt worden. Dat het allemaal voor elkaar is. Dus dames en heren, applaus voor Danny Sahupala behind the camera. We spelen vandaag 2 sets. En we zijn nu al bijna bij het einde van de eerste set. Het nummer wat ik voor jullie wil zingen is vrij recente hit van Alicia Cara. Nou, het zegt u misschien niks, als u het hoort waarschijnlijk wel. Maar toch vind ik het dan leuk om de wat recentere nummers in een eigen arrangement te gieten. En dat hebben we ook met dit nummer gedaan. Het heet Scars. En het gaat over met name meisjes die zichzelf uithongeren omdat ze aan een bepaald beeld willen voldoen. Anorexia.
En dit nummer gaat daarover. Ik hoop zo ontzettend dat die Alicia Kera daarmee een heleboel meiden heeft geïnspireerd of wakker geschud of daar iets mee gedaan heeft om dat te stoppen. Want dat is natuurlijk afschuwelijk. Wat het wel heeft opgeleverd is een prachtig nummer. Scars. She just wants to be beautiful. She goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises an image, she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deep within the eyes can find it. Maybe we have made her blind, so she tries to cover up her pain and cut the walls away. 'Cause cover girls don't cry after their face is made. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know. Heart, no scars to your beautiful. We're stars and we're beautiful. She has dreams to be an envy, so she's starving, you know, cover girls eat nothing. She says beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit of hunger? I can go a little while longer. She fades away. She don't see her perfect. She don't understand. She's a Dit wordt eigenlijk het moment in de set dat er wat publieksparticipatie wordt verwacht. Ja, stroop de mouwen op, schraap de keel. Joe Jackson. Ik vind dat toch een teken van zwakte, sorry. Maar je moet wel het goede voorbeeld geven, man. Pretty women are walking with gorillas down my street.
Zullen we eens kijken of we de zaal tweestemmig kunnen laten zingen? Ladies? De dames die wat hoger kunnen doen. Maar die anderen zingen wel door, hè? Hou vol. Well, he's married now, we're engaged to something, so I'm told. Goed hoor, maar nu dit, hè. Is he really going with her? Is he really gonna take her home tonight? Cause if my eyes don't deceive me, there's something going wrong. Blijven jullie voor de tweede set? Klasse. Tot straks.